Goedemiddag allemaal, mijn naam is Martin Berger. Ik ben conservator bij het Museum Volkenkunde in Leiden en ook bij het Nationaal Museum van Wereldculturen, de overkoepelende organisatie van het Museum Volkenkunde. En wij zijn met z'n allen vandaag deel van een experiment eigenlijk. Omdat onze musea gesloten zijn, helaas, en nog ben ik bang wel even gesloten zullen blijven, proberen we toch wat meer publieksevenementen ook online te doen. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we dit op deze manier proberen. Ik heb heel erg het gevoel dat ik tegen mezelf praat, want ik zie u allemaal niet. Ik begrijp van mijn collega die de knoppen achter de schermen beheert dat er meer dan 180 mensen zijn. Dat is vrij ongelooflijk, eerlijk gezegd. Zouden we het echt nooit krijgen. Maar ik ga er maar vanuit dat de techniek allemaal goed werkt, dat u mij allemaal kan horen, verstaan en ook zien. En vooral belangrijker ook dat u mijn presentatie kan zien. Zoals gezegd, ik ben Martin Berger. Ik ben conservator op het gebied van Midden- en Zuid-Amerika bij het Museum Volkenkunde. En ik heb ook samen met mijn collega Doris Curella van het Linde Museum in Stuttgart de Azteken tentoonstelling als conservator gemaakt. Samen met mijn collega ook Rick Herder, tentoonstellingsmaker bij ons museum. De tentoonstelling opent op 4 juni van dit jaar. Zou origineel eigenlijk al over een paar weken openen, maar door corona is het allemaal wat uitgesteld. Maar we zijn erg blij dat we ook in deze tijden toch nog deze unieke tentoonstelling hebben kunnen maken. En in de aanloop van de tentoonstelling hebben we een nieuwsbrief, waar sommige van u misschien ook geabonneerd op zijn, waarin we wat meer informatie delen over de Azteken. En het leek ons leuk, zoals gezegd, nu dat we geen fysieke evenementen kunnen houden in aanloop naar de tentoonstelling, om dit online te doen. En waar gaan we het nou vandaag over hebben? We gaan het hebben over het culinaire erfgoed van de Azteken. Normaal gesproken zou ik hier een heel interactief verhaal van meehouden, waarbij ik u live zou kunnen zien, u tijdens de lezing ook vragen kon stellen. Dat gaat helaas niet vanwege de hele digitale infrastructuur en de hoeveelheid mensen die er zijn. Wat we wel gaan doen is dat u eigenlijk op elk moment vragen kan stellen in de Q&A, dus de question and answer. Die zal ik aan het eind van de lezing bekijken en daar zoveel mogelijk op antwoord geven. Ik durf u niet te beloven dat als u echt met zo'n 180 vragen gaat stellen, dat ik ze allemaal beantwoord, maar ik zal mijn best doen aan het eind van de lezing dus om de vraag te bekijken. Zoals gezegd, waarover gaan we het hebben? Over de Azteken natuurlijk. En vandaag gaan we het specifiek ook meer hebben over het culinaire erfgoed van de Azteken. Want wat veel mensen zich niet realiseren, is dat de Azteken, en breder de volkeren uit de Amerika's, de inheemse volkeren, de zogenaamde Indianen, een enorme impact hebben gehad op ons leven hier in Nederland. En dat tot op de dag vandaag eigenlijk hebben. En die impact die laat zich misschien wel het meeste voelen in eten. Eten wat wij zien als eigenlijk heel alledaags, als heel Hollands, als typisch Nederlands, hebben wij eigenlijk te danken aan de inheemse volken van de Amerika's. Aan de linkerkant ziet u chocomel. Wie kent het niet? Ik denk dat iedereen wel, dan als kleinkind, dan als volwassene, graag warme chocomel met slagroom drinkt na het schaatsen. Wat is er Hollandser dan dat? Kalvee pindakaas, of wat voor andere soort dan pindakaas dan eigenlijk ook. Nederland is een van de grootste consumenten van pindakaas wereldwijd. Ook typisch Nederlands. En in het midden, ja, hoe zal ik het zeggen, het quintessential Nederlandse eten, hutspot. Alle drie afkomstig, origineel, de grondstof hiervoor, uit de Amerika's. Over hutspot ga ik het minder hebben, omdat hutspot gemaakt wordt van aardappelen. Aardappelen zijn origineel gedomesticeerd in het Andesgebied, zijn heel sterk gelieerd aan de Inca's bijvoorbeeld en hun voorouders. Daar zou ik een hele andere lezing over kunnen houden, ga ik niet doen. Ik ga mij richten vooral op die dingen die uit Meso-Amerika en Midden-Amerika komen, dus de plek waar de Azteken leefden. En wat ik hoop te bereiken is dat u na deze lezing eigenlijk een beetje een andere blik hebt op de supermarkt. Als u door de supermarkt loopt, vanmiddag, morgen, wanneer dan ook, en kijkt naar al die producten die u hier ziet, dat u dan daar ja, misschien nog wel eens terugdenkt aan deze lezing en denkt aan de enorme invloed die al die, ja, of die eigenlijk dus de inheemse volkeren hebben gehad op al die dingen die u ziet in de supermarkt. Laat ik beginnen met een kleine mini introductie op de Azteken. Wie zijn de Azteken? Wanneer leefden ze? Dat zal voor niet voor iedereen gesneden koek zijn. Ik ga hier af en toe nog naar verwijzen, maar mocht u meer willen weten over de Azteken, dan kom vooral in de tentoonstelling. Ik ga het voor nu heel basic houden, want ik wil me vooral richten op het eten, wat toch het belangrijkste is. Maar heel kort, wanneer met 1N leefden de Azteken? Het Aztekse Rijk werd ongeveer gesticht rond 1325. Dat is het moment dat de hoofdstad, Tenochtitlan, zoals onderin wordt genoemd, gesticht wordt. En eindigt volgens de meeste berekeningen
in 1521. Het moment dat Hernán Cortés, de Spaanse conquistador, de Spaanse veroveraar, of ook wel invader, zoals hij door andere mensen wordt genoemd, het Azteekse Rijk ten val brengt door de laatste Azteekse keizer om te brengen. Waar speelt zich dit allemaal af? In Mexico, meer specifiek Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteken, is heden te dagen Mexico-stad. Dus het centrum van hedendaags Mexico was ook het centrum van het Azteekse Rijk. We zien hier ook een kaartje. En de taal die gesproken werd door de Azteken was het Nahuatl. Een taal die tegenwoordig ook nog door 1,5 miljoen mensen wordt gesproken. Wordt vaak vergeten dat die grote rijken uit de archeologie, waar we vaak dingen over weten, de Azteken, de Maya's, de Inca's, tegenwoordig nog allemaal nakomelingen hebben. In het geval van de Inca's, zij spraken Quechua bijvoorbeeld. Hun taal wordt nog door 9 miljoen mensen gesproken, dus dat zijn echt substantiële aantallen mensen. In het geval van de Azteken zijn dat dus ongeveer 1,5 miljoen mensen die de taal Nahuatl spreken, waar ik ook in de rest van deze lezing nog naar zal refereren. Dus als u hoort Nahuatl, vergeet dan niet dat dat Azteeks betekent. Goed, zoals gezegd, Chocomel. We kennen het allemaal. Ik heb er nu al zin in als ik de slagroom zie, eerlijk gezegd. Maar wij zijn niet het eerste volk aller tijden, dat zal u niet verbazen, dat Chocomel drinkt. Of tenminste wel Chocomel, het merk, maar niet een cacao drank. Een drank gemaakt van het poeder van cacaobonen. We hebben hier bijvoorbeeld een plaatje van een Azteek. Een Azteekse man die een cacao drank drinkt. Ik hoop dat u mij kan zien waarmee ik nu wat dingen ga aanwijzen. Zo niet, dan is het wat het is. U ziet hier in de rechterhand houdt deze meneer een soort kalebas, een kom. En in die kom ziet u een bruine, soort van ja, wat schuimige drank. En nou, u raadt het al, dat is cacao. Dat is een cacaodrank. En die wordt hier zelfs ook, en dat is het ding wat hierboven ligt. Dit is een bloem, u ziet hier de bladeren van de bloem. Bloemige cacao genoemd. En bloemige cacao was dé elite drank van de Azteekse elite, van de Azteekse nobelen, van de adel, van de mensen die het geld hadden, eigenlijk om zo te zeggen, en die de macht hadden. En cacao was dan ook echt een bijzondere drank die voornamelijk door de elite werd gedronken. Nou, waar komt cacao nou eigenlijk vandaan? Voordat ik u dat vertel, wou ik u dit plaatje nog laten zien. Dit is een plaatje uit de zogenaamde Codex Tudela. Dat is een boek wat geschreven is door Spanjaarden om het leven van de Azteken eigenlijk te beschrijven. In de 16e eeuw, u ziet, de tekening is heel erg een Europese stijl. Is heel erg, nou, heel anders dan de tekening die we zojuist wagen, die uit een Azteekse codex, een Azteeks boek kwam. We zien hier een vrouw in prachtige kleding. Ze is duidelijk ja, een vrouw van ja, stand. Ze heeft een mooi gewaad. En waar is ze mee bezig? Ze giet vanuit een kelk of een kruik of hoe je het wil noemen, een bruine drank, u raadt het al, cacao, naar beneden in deze kelk. En waarom doet ze dat nou? Ze doet dat om schuim te krijgen. Schuimige cacao was de belangrijkste cacao, de duurste cacao, de elite cacao. Dat is ook waarom in het vorige plaatje dat schuimlaagje wat u zag op de cacao zo belangrijk was. De elite dronk schuimige cacao, dat was echt essentieel. En cacao komt origineel uit Zuid-Amerika, niet uit Midden-Amerika. Dat werd heel lang gedacht, totdat 2-3 jaar geleden genetici en archeologen erachter kwamen dat de eerste gedomesticeerde cacao eigenlijk uit Zuid-Amerika komt. Ongeveer 5500 jaar geleden gedomesticeerd in Ecuador, of in ieder geval ergens in het Amazonegebied, Zuidoost-Ecuador, Noordoost-Peru, West-Brazilië, ergens daar. En cacao is een leenwoord. Een leenwoord in het Nederlands, een leenwoord uit het Maya, de Maya-talen, die tegenwoordig ook nog worden gesproken in Mexico, in Guatemala, in Belize, in Honduras. Want de Maya noemde cacao, u ziet het hier, cacao. Ook de Azteken gebruikten een leenwoord van het Maya, zij noemden cacao namelijk cacahuatl. U ziet bijna alle Azteekse woorden, of de meeste Azteekse zelfstandig naamwoorden, eindigen op die TL-klank, de T. Wat voor ons een wat ongewone klank is, maar vandaar dat u het altijd terug ziet komen. Zelfstandige naamwoorden eindigen op deze TL-klank. En cacao moeten we ons eigenlijk zowel bij de Azteken als bij de Maya's voorstellen als iets wat wij ons niet voorstellen. Eigenlijk bij chocomel, bij cacaomelk. Het was een bittere drank. Een drank die gedronken werd met water, met vanille, wat origineel ook afkomstig is uit Mexico. Met chili waarschijnlijk, wat ook afkomstig is uit Mexico. En
cacao was zo waardevol dat we weten dat cacao ook als betaalmiddel werd gebruikt. Een beetje zoals we in het Nederlands peperduur kennen, zo was eigenlijk voor de Azteken dus cacao duur. We zien hier onder een verwijzing naar een woordenboek. Een woordenboek, een van de eerste woordenboeken van de Nahuatl-taal, van de Azteekse taal, uit 1571, geschreven door de Spaanse monnik Molina, waarin hij cacao had vertaald als cacao, maar ook moneda. En voor degenen van u die Spaans spreken, weten dat moneda munt betekent. Dus we weten dat cacaobonen gebruikt werden als munten, als betaalmiddel, wat nog maar eens de status aangeeft van de plant. Hier rechts zien we trouwens hoe cacao groeit, voor degenen van u die dat nog niet hebben gezien. We zien hier de cacaovrucht, van het vruchtvlees ook erg lekker is, maar ook sap van kan worden gemaakt. Maar daarin zitten de cacaobonen waar cacaopoeder en chocola van worden gemaakt. En hier zien we een 8e of 7e eeuwse weergave daarvan op een Maya-vaas. Dit is een Maya-edele, die zit op een troon. En hier in deze boom zien wij de cacaovruchten, wat nog maar weer eens aangeeft hoe essentieel, hoe belangrijk cacao was. Niet alleen voor de Azteken, maar ook voor de Maya en andere volkeren uit het gebied. Nou, we hebben calvé-pindakaas, waar ik het eerder over heb gehad. Ik moet trouwens zeggen, ik weet dat de lezing staat aangegeven voor een uur ongeveer. Ik zal zeker niet een uur praten. Ik geef ook les op de universiteit. Daar is mij ingepeperd dat ik niet meer dan 20 minuten online les mag geven, omdat het anders te moeilijk is voor de studenten en niet te volgen. Ik zal zeker iets over die 20 minuten heen gaan, maar het zal waarschijnlijk ongeveer een half uur duren. Misschien drie kwartier als ik heel breedsprakig word, of als u veel vragen heeft. En als u vragen heeft, dan gaan we sowieso natuurlijk door voor het volgende uur. Calvé-pindakaas, andere soorten pindakaas, waar u ook van houdt. Ik eet zelf meestal geen calvé, maar dat is niet relevant hier. Pindakaas is gemaakt van, zoals we weten, pinda's. Nou, u zal het misschien al wel geraden hebben. Ook pinda's zijn voor het eerst verbouwd in de Amerika's. Ook hier weer, net als bij cacao, in Zuid-Amerika. Zo rond 5000 voor Christus, dus echt 7000 jaar geleden. En wat interessant is aan pinda's, en aan cacao en aan veel van deze andere gewassen die ik hier bespreek, is dat ze origineel gedomesticeerd zijn in Zuid-Amerika en vervolgens in Europa zijn terechtgekomen via Mexico. Dus we weten dat er al ver voor de komst van de Europeanen een levendige handel was en heel veel contact was tussen Noord, Midden en Zuid-Amerika. En hoe direct die handel was, dat weten we eigenlijk niet. Maar het is wel denk ik iets wat belangrijk is om ons te realiseren, want we denken vaak, nou ja, de Europeanen komen daar aan en dan komen ze van die losse volkeren tegen waar we misschien een vage notie van hebben als Inca's, Maya's en Azteken. Maar we weten uit de archeologie en dankzij het feit dat deze gewassen dus ook door het hele continent heen worden gevonden, dat er extreem veel contact was tussen die verschillende volkeren. Nou, pinda's. Gedomesticeerd duizenden jaren geleden in Zuid-Amerika, waarschijnlijk in het grensgebied tussen Paraguay, Bolivia, Argentinië, ergens daar. Worden in het Spaans cacahuete genoemd, voor diegenen die van u die Spaans spreken. Cacahuete is ook een leenwoord uit het Azteeks en het betekent tlalcacahuatl. Tlalcacahuatl betekent heel letterlijk vertaald aardnoot. En voor diegenen van u die misschien pinda's nog wel kennen als aardnoten, ook in het Nederlands bestaat het woord aardnoot natuurlijk. Dus ook hier zien we in ieder geval een direct leenwoord in het Spaans en een directe vertaling in het Nederlands. Wat ik zelf fascinerend vond, wat ik eerlijk gezegd pas vorige week heb geleerd in het voorbereiden van deze lezing, is dat ons Nederlandse woord pinda niet afkomstig is uit een Amerikaanse taal, maar uit de Congo-taal, een Bantu-taal die gesproken wordt in West-Zuidwest-Afrika, dus Gabon, Angola, Congo. En komt van het Congo-woord mpinda. En deze mpinda was een aardnoot die in West-Afrika veel werd gegeten. Maar wat we weten is dat pinda's vanuit Mexico door de Spanjaarden zowel naar West-Afrika als naar de Filipijnen en Oost-Azië werden vervoerd, waar ze dus heel erg aansloegen bij het lokale volk. De pinda is niet weg te denken uit de keuken van verschillende delen in Afrika. En pas op het moment dat tot slaafgemaakte mensen uit Afrika naar Amerika worden gebracht als onderdeel van de transatlantische slavernij, wordt de pinda weer heringevoerd in de Verenigde Staten en daar gepopulariseerd als voedsel ook voor Amerikanen en Europeanen. En ons woord pinda is dus ook een leenwoord uit Afrika voor een vrucht of een noot uit de Amerika's. Wat voor mij ja, het beste voorbeeld misschien is wel van de 16e eeuwse, 17e eeuwse, 18e eeuwse globalisatie. En hoe wij eigenlijk onze cultuur
gebaseerd is op allerlei soorten invloeden. Allerlei soorten invloeden van overal ter wereld. Nou, we hebben het gehad over namen. Pinda, cacao. En normaal gesproken, als dit een live college was en ik zou u al kunnen zien, dan zouden we hier een interactief deel van maken waarbij u allemaal kon raden wat welk nou het woord betekende. Ik denk dat dat voor de eerste heel makkelijk zou zijn geweest. Ik denk dat iedereen wel had geraden wat het Azteeks woord tomat betekende, ook wat bekend als chitomat. Tomaat, vanzelfsprekend. Tomaat was een van de basisvoedsel benodigdheden van de Azteken. Cacao hebben we het erover gehad. Cacao dus. Chili is, nou ja, hoeven we niet eens meer iets aan te veranderen, want dat is al duidelijk. Awakat is misschien iets moeilijker, maar voor diegenen die van u die Spaans spreken, die kennen het woord aguacate misschien. Het woord aguacate voor de avocado. Dus ook de avocado is afkomstig uit Mexico. En het woord chian herkent u misschien ook als het woord chia, ook wel chiazaad. Wat ook een van de dingen is waar ik het straks wat meer over ga hebben. Wat was nou chia, wat was het belang daarvoor van de Azteken en hoe werd het gebruikt? Wat komt er nou allemaal uit Amerika? Nou ja, ik heb al wat dingen, voorbeelden gegeven, maar hier is een lijstje wat op geen enkele manier compleet is. Mais, aardappelen, paprika, pompoen, tomaat, chilipeper, zonnebloem, ook al natuurlijk zonnebloemolie, zonnebloempitten, et cetera, bruine bonen, maar ook allerlei andere soorten bonen, pinda's, courgette, avocado, cacao. Dus als u morgen of vandaag of een ander moment voor het groentevak staat in de supermarkt, kijk dan eens naar welke dingen er allemaal uit Amerika komen en wat er in uw dieet en wat u vanavond eet, wat u morgen eet, allemaal niet uit Amerika afkomstig is. Het zal u misschien wel onbewust bekend zijn, of misschien heel bewust bekend zijn, dat sommige dingen niet lokaal zijn, niet van hier komen. Maar als je er echt over gaat nadenken, dan zie je wat voor enorme percentages aan voedsel die wij consumeren op dagelijkse basis eigenlijk afkomstig zijn uit de Amerika's. Dat is vanwege de zogenaamde Columbian Exchange, zoals die wordt genoemd in de literatuur. En die Columbian Exchange, nou, verwijst natuurlijk naar de naam Columbus, het moment dat Columbus aankomt in de Amerika's en er een hele heen en her op gang komt van producten die van de zogenaamde oude wereld naar de zogenaamde nieuwe wereld verhuizen. We zien hier een overzicht, alles van pompoen, ananas, cacao en ook sigaretten bijvoorbeeld, tabak. De tabak die nu vaak voor sigaretten wordt gebruikt is, als ik het goed heb begrepen, niet de Egyptische tabak die al bestond, maar de Amerikaanse. Tot, nou ja, zeer alledaagse dingen als tomaat, paprika, aardappel, et cetera. Nou, wat brengen de Europeanen nou eigenlijk naar Amerika? Dat zijn ook dingen die wij tegenwoordig misschien met Amerika's associëren. Dus dingen als koffiebonen, bijvoorbeeld bananen, suikerriet. Brazilië is op het moment, ik geloof, de producent van 40% van de wereldwijde koffie. Bananen, nou, het woord bananenrepubliek zegt het al. Heel Zuid-Amerika bestaat uit bananenrepublieken. Dus andersom heeft ook het brengen van producten van Europa naar Amerika een enorme impact gehad. Vanzelfsprekend ook hoe culturen daar zich verhouden tot voedsel. Wat ze produceren, hoe ze produceren. In het geval van suikerriet natuurlijk de hele plantage-economie die uiteindelijk leidde ook tot transatlantische slavernij bijvoorbeeld. Dus we zien dat voedsel, planten, de hele tijd heen en weer gaan tussen continenten en echt een fundamentele impact hebben op de economie, op de sociale verhoudingen, op de cultuur. In het geval van deze Columbian Exchange hebben we het ook over ziektes die u rechts op het plaatje ziet. Ziektes als de pokken, tyfus, mazelen, ook zeker de griep. Die van Europa naar Amerika worden gebracht en die daar leiden volgens sommige schattingen tot het overlijden van 70-80% van de mensen die daar in 1492 woonden. Dat is een van de redenen geweest ook dat de kolonisatie zo geslaagd is, omdat eigenlijk op het moment dat de Europeanen daar aankomen enorme aantallen mensen beginnen te sterven. En die ziektes die reizen vooruit. Dus op het moment dat een Europeaan aankomt en iemand aansteekt met de griep, omdat er zoveel contact is, waar ik het eerder over had, onderling contact tussen verschillende bevolkingsgroepen uit Midden-, Noord- en Zuid-Amerika, reizen die ziektes vooruit. Dus zelfs als er nog geen Europeanen geweest zijn, kan er toch al een pandemie, helaas heel actueel op het moment, een pandemie zijn geweest van bijvoorbeeld de griep op een plek waar nog nooit een Europeaan geweest was. Dit is een beetje de trieste bijdrage aan de wereldgeschiedenis, zou ik zeggen, van
van deze Colombian Exchange. Nou, hoe gaan wij daar in de tentoonstelling mee om? Om toch alvast een klein kijkje in de tentoonstelling te geven. U ziet hier een van de ruimtes uit de tentoonstelling. U ziet hier op de achtergrond, wederom, ik hoop dat u mijn muis ziet, de zogenaamde voedselwand die wij hebben gemaakt, met daarin alle soorten voedsels die primair belangrijk waren in de Azteekse landbouw. Dus we zien avocado, we zien tomaat, we zien chili, we zien amarant, we zien mais helemaal achteraan. En hier zien we verschillende goden die te maken hadden met het voedsel. Want voedsel was niet alleen voedzaam, het was ook spiritueel belangrijk. En daar ga ik zo direct nog wat concretere voorbeelden van geven. We zien hier bijvoorbeeld Shilonen, de godin van de jonge mais. Zij houdt een staf vast waarop we hier aan de rechterkant in haar linkerhand twee maiskolven kunnen herkennen. We zien hier Tlaloc, de god van de vruchtbaarheid, de god van de regen eigenlijk, die verantwoordelijk was voor het groeien van alle planten. Hij was een van de oergoden, een van de belangrijkste goden. We zien hier ook een andere vaas die mogelijk ook het campagnebeeld wordt van onze tentoonstelling. Met een godin die hier bloemen heeft en ook hier weer maiskolven. Dus we zien dat aan de ene kant voedsel belangrijk is als voedsel, vanzelfsprekend. Maar aan de andere kant sommige soorten voedsel zo belangrijk zijn dat ze ook bepaalde godheden hebben. Dat geldt in mindere mate voor chia. Chia is u misschien bekend als superfood, is het afgelopen decennium, 15 jaar, helemaal uitgegroeid tot een hype. Was in Europa origineel voornamelijk vogelzaad, voor zover ik weet, maar is de laatste 20 jaar omgevormd tot een mensenvoedsel, ook voor ons. Azteken wisten dat natuurlijk al lang. Die aten enorme hoeveelheden chia. Chia was zelfs waarschijnlijk na bonen en mais het belangrijkste voedselgewas voor de Azteken. We zien daar hier een plaatje van. Zoals gezegd hierboven, 11 proven health benefits of chia seeds. Nou, dat hoef je aan de Azteken niet te vertellen. In ieder geval niet aan deze mevrouw die we hier op het plaatje zien. Dit is een Azteekse mevrouw getekend door de Spaanse monnik Bernardino de Sahagún. In zijn enorm beroemde werk Historia General de las Cosas. Nee, sorry. De Nueva España. Spaanse monnik die ons een 13-delig werk heeft gegeven met daarin beschrijvingen van Azteekse gebruiken, Azteeks eten, Azteeks dagelijks leven. Waaronder ook de chiaplant die we hier zien en de mevrouw die bezig is met chia eten en verwerken. Waarom weten we nou dat dat zo belangrijk was, economisch gezien ook? Dat is dankzij een ander Spaans document. En dat is het Spaans hier rechts. Het Spaanse document hier rechts, dat de zogenaamde Codex Mendoza wordt genoemd. Codex Mendoza naar degene die het heeft, de opdracht heeft gegeven, maar degene die dit maakte was niet een Spanjaard, degene die het maakte was een Nahuatl persoon, een Azteeks persoon, die ook in Azteeks schrift, dat is pictografisch schrift, dus het is niet alfabetisch met letters, maar het werkt met afbeeldingen zoals u hier ziet, de tributen, dus de belasting, omschrijft, die de verschillende overwonnen volkeren moesten betalen aan de Azteekse heersers. Dus alle volkeren die overwonnen werden door de Azteken moesten tribuut betalen, ook wel belasting, aan Tenochtitlan, de hoofdstad van het Rijk. En dat is ook een van de basissen van de tentoonstelling. We volgen het tribuut van buiten in het Rijk tot in het hart van het Rijk, namelijk de hoofdstad Tenochtitlan. En wat we hier zien zijn, ik zal het even kort voor u duiden. Aan de linkerkant van de pagina ziet u alle steden of stadstaten die veroverd zijn door de Azteken met hun eigen pictogrammen en omschrijvingen. Bovenaan het witte zijn textielen. Textielen die een hele belangrijke handelsbron waren voor Azteken. Daaronder ziet u rijke soldatenkostuums, groen, blauw, verwijzend naar de dood, verwijzend naar verschillende vogels. U ziet verenschilden met goud die door gespecialiseerde verenkunstenaars werden gemaakt. En helemaal onderin ziet u iets wat meer prozaïs, kisten met voedsel. En ik zal er even eentje voor u wat vergroten. Dit is de meest links waarop staat geschreven: dos trojes, el uno de maíz y el otro de chía. Dus twee trogen eigenlijk. En ik ben even kwijt hoeveel kilo één trog ook alweer was. Maar het waren best wel wat, ik geloof 150 kilo. Maar daar, dat houdt u van met goed. Die gevuld waren dus met gemalen maïs en chía. En dit waren tributen die om de zoveel maanden betaald moesten worden door al deze dorpen. Dus je stelt zich voor hoeveel chia er wel niet geproduceerd moet zijn in het Azteekse Rijk. Al die dorpen moesten jaarlijks honderden kilo's aan chia leveren aan Tenochtitlan, de hoofdstad,
omdat in de hoofdstad natuurlijk geen boeren woonden. In de hoofdstad was een geurbaniseerde samenleving waar wel iedereen zijn eigen stukje land had waar hij op verbouwde. Maar de grote hoeveelheden bulkvoedsel moesten uit de provincies eromheen komen en werden dus betaald. En chia was daarvan misschien wel na mais en bonen de belangrijkste. Nou, we hebben het over mais gehad. Popcorn kent u natuurlijk ook uit de supermarkt. U zult nog wat andere producten voorbij zien komen, zo direct die u waarschijnlijk wel kent. En mais was een heilige plant voor de Azteken. Niet alleen voor de Azteken, maar ook voor de andere volken uit Mesoamerika, de Maya's, alle andere volkeren die daar leefden eigenlijk. En mais was heilig omdat er werd gedacht, in ieder geval de Azteken, dat mensen gemaakt worden van een mix van verschillende dingen, waaronder maisdeeg en het bloed van de goden. En we zien hier ook twee goden. We zien Senteot, de belangrijkste maisgod, de mannelijke maisgod, en zijn vrouwelijke tegenhanger Chicomecoatl of Chilonen, die we eerder ook in het stuk uit de tentoonstelling zagen. Zij houdt hier een maisplant in haar rechterhand, die groeit hierboven. Daaronder zien we een gele en een groene maiskolf. Wederom de verschillende kleuren van mais die we zo ook gaan zien. En hierboven zien we in Senteotl een hoofdtooi zitten ook. Hier een groene en daar een rode maiskolf. En stukken van de maisplant. Dus we zien dat wederom voedsel is niet alleen belangrijk als voedsel, maar is ook spiritueel. Nou, welke kleuren mais hebben we dan? Want als op het vorige plaatje zagen we al gele, rode en groene mais. Gele mais kennen we allemaal uit de winkel. Witte mais heeft u misschien ook nog eens wel eens gezien, dat weet ik niet. Blauwe mais is de grootste delicatesse qua mais. Daar worden ook, om u even een idee te geven, dus niet witte tacos, gele tacos, maar blauwe tacos uit gewonnen of tortillas. Rode mais hebben we ook. Zwarte mais hebben we ook. En dan hebben we ook nog mix mais, om het zo te zeggen. Dit is vaak siermais, mais die niet gegeten wordt, maar die wel een belangrijk... Vandaar sier een belangrijk, mooi uitziet, laat ik het gewoon zo zeggen. Een ander superfood, wat naast chia de laatste jaren ook in populariteit wint, voornamelijk, laten we zeggen, in bio-winkels. We zien het ook in deze verpakking, organic, vegan, gluten-free, et cetera. Wat voor de Azteken allang bekend was als superfood en waar zij ook zelf deze soort energy bars van maakten, was amarant. We weten dat de zogenaamde Pochteca, de lange afstandshandelaars die vanuit het centrum van het Azteekse Rijk honderden kilometers reisden naar de ver afgelegen plekken om daar te handelen, dat die een soort van energy bars maakten. Een mix van chia, amarant, honing en soms ook pinda's, waarop zij uren en uren konden lopen. Dit is dus eigenlijk, dit wordt niet erkend in deze zogenaamde amaranth pops die we hier zien. Maar eigenlijk is dit gewoon plagiaat. Het was al lang bekend. Dit is een recept misschien niet gestolen van de Azteken, maar wel gekopieerd van de Azteken onbewust. Maar amarant wederom was niet alleen maar voedsel. Het was ook een belangrijke spirituele plant. En waarom was dat zo? We zien hier een plaatje van de Templo Mayor. De Templo Mayor was de centrale tempel van de Azteken. De Axis Mundi, het centrum van de wereld. Niet alleen het centrum van het Rijk, maar het centrum van het kosmos. En die stond midden in Tenochtitlan, in het heilige district van Tenochtitlan, de hoofdstad van de Azteken. En de hele wereld draaide volgens de Azteken rondom deze tempel. Wij hebben in de tentoonstelling een enorme en unieke bruikleen van het Museo Templo Mayor, waar opgravingen worden gedaan in deze tempel. Die staat ook tegenwoordig nog in het midden van Mexico-stad. En dat is ook de basis van onze tentoonstelling. Het is een unieke bruikleen die eigenlijk bijna nooit wordt gegeven. Stukken die nog nooit buiten Mexico tentoon zijn gesteld zijn geweest. Dit is het promopraatje dat u begrijpt die van de tentoonstelling. Maar het is echt heel bijzonder dat wij stukken van, van dit museum en van deze locatie hebben kunnen krijgen. En waar kijken we nou eigenlijk naar? We kijken naar een piramide. Een piramide zoals gezegd die in het midden van het Rijk, in het midden van de kosmos stond. Met daarbovenop twee tempels. Aan de rechterkant een rode tempel van de god Huitzilopochtli. Huitzilopochtli was de oppergod eigenlijk van de Azteken, de beschermheilige. En aan de andere kant Tlaloc, die hier zijn tempel had, de blauwe tempel. Tlaloc, die we eerder hebben gezien, de god van de regen, de god van vruchtbaarheid, die zorgt voor het groeien van de planten. En hier hebben we dus eigenlijk ook een soort van oppositie die het leven samenvat. Huitzilopochtli, die staat voor de zon, die staat voor hitte, die staat voor... voor oorlog ook. En aan de andere kant zien we Tlaloc, die staat voor vocht, voor regen, voor vruchtbaarheid, voor de landbouw.
die eigenlijk samen helemaal het leven van de Azteken ja, samenvatten, als het ware. Heet tegenover droog en binaire opposities zijn daarin heel erg belangrijk. Nou weten we ongeveer hoe die goden eruit zagen. We hebben eindeloos veel Aztekse afbeeldingen van daarvan. Hun rechts zien wij hier Tlaloc, altijd herkenbaar aan zijn hele enorme, nou, laten we zeggen, bolle ogen. Klinkt wat oneerbiedig. En de waterige strepen die uit zijn mond komen, hier zo. Zijn lange tanden ook. En aan de linkerkant zien we Huitzilopochtli, herkenbaar aan zijn schild en zijn hoofdtooi. En van Tlaloc hebben wij in de tentoonstelling eindeloos veel afbeeldingen. We zien hier een bekende, hele bekende voorbeeld. Ook hier zien we weer de bolle ogen, de grote tanden, de kleur blauw waarmee hij geassocieerd wordt. En van Tlaloc hebben we honderden afbeeldingen, duizenden afbeeldingen, misschien wel tienduizenden afbeeldingen in het archeologisch bestand gevonden. Ook in de tentoonstelling hebben we een vergelijkbare vaas met deze, hebben we tientallen afbeeldingen van Tlaloc. Maar van Huitzilopochtli, gek genoeg, hebben we één beeld. In de hele geschiedenis van de hele Mexicaanse archeologie van 1700 tot nu is er één afbeelding van Huitzilopochtli gevonden in 3D. Natuurlijk hebben we wel schilderingen, maar echte objecten die hem weergeven zijn uniek. Dit ene beeld wat u hier ziet is van het Musée de Quai in Parijs en is, zoals gezegd, het enige beeld dat er bestaat van Huitzilopochtli. Waarom is dat nou? En hier is waar we terugkomen bij het eten. Dat is omdat beelden van Huitzilopochtli altijd gemaakt werden van amarant. We zien hier amarant, we zien daar de plant. Het is een prachtige plant met prachtige bloemen. Beelden van Huitzilopochtli, en dit weten we dankzij Spaanse beschrijvingen, werden gemaakt van een mengeling van amarant met honing, waarin Huitzilopochtli gemodelleerd werd. En vervolgens werden die afbeeldingen werden ofwel ritueel opgegeten, of werden geofferd aan de goden. Dus ook hier zien we weer, eten is eten, maar eten is ook heilig. Eten is bijzonder. Nou, wat iets minder heilig is mogelijk en wat sommigen van u misschien kunnen gebruiken om de ellende van de coronapandemie een beetje te vergeten, is tequila. Tequila natuurlijk tegenwoordig essentieel Mexicaans door iedereen. Nou, je ziet het ook aan de beeldvorming op deze fles. Er zit een jongetje, een meneer met een sombrero op zijn gitaar een beetje te tokkelen terwijl hij tegen een cactus leunt. Er staat Mexico op de fles op heel veel verschillende plekken. En zelfs de fles heeft in dit geval een sombrero op, de typische Mexicaanse hoed. Maar tequila is geen, dit probeer ik niet te beweren, onthoud dit ook, tequila is geen Azteekse drank. Sterke drank bestond niet, sterke alcohol bestond niet in de Amerika's voor de komst van de Europeanen. Wat wel bestond, was natuurlijk de plant waarvan tequila gemaakt wordt, de agaveplant, in het Spaans maguey genoemd. En die agave, die u hier ziet in grote rijen, zo kan je ze tegenwoordig ook nog zien in enorme plantages, die bestond al eeuwen, al decennia, al millennia zelfs. En werd door de Azteken zo afgebeeld. Dit is de Azteks Mixtec Codex, waarin we hier de plant zien, herkenbaar aan de bladeren. En al deze planten zijn hier in het midden uitgehold. Dat is ook een praktijk die we uit tegenwoordig nog kennen. En dat is om de zogenaamde aguamiel, het honingwater uit de agave te halen. En dat is het water waarvan de Azteken een drank maakten die geen tequila was, maar die pulque heette. En pulque zien we hier ook afgebeeld. We zien hier boven de agaveplanten twee kommen, met daarop weer het schuimige, deze keer niet bruin, dus geen cacao, maar witte vloeistof. Die pulque werd genoemd. En hier rechts zien we ook een enorm vat met twee slangen eronder en een hoofd van een vrouw die eruit komt, het hoofd van een godin, waar al dit schuim overheen gaat. En dat is de godin Mayauel. Mayauel is hier, oh, excuus, ik ga één plaatje te ver, is hier afgebeeld als godin van de magueyplant. U ziet haar hier, de magueyplant. Zij is naakt afgebeeld, want zij is een moedergodin. En zij was de godin van de pulque, de godin van de plant, van de agave, van de maguey. En ook de godin van vruchtbaarheid, om diezelfde reden. Nou moet u niet denken dat dit allemaal maar heilig en ritueel en alles was. We weten dat ook de Azteken wel van een drankje hielden. U ziet hier twee kruiken met pulque zoals het tegenwoordig wordt gedronken. Dus die witte, deze heeft weinig schuim, dus dat werd waarschijnlijk als niet goede pulque gezien vroeger. Een witte soort drank. En hier rechts ziet u een afbeelding wederom uit de Codex Mendoza, 16e eeuw, Spaanse beschrijving van het dagelijks leven van de Azteken.
En hierboven, voor diegenen die van u die Spaans kunnen lezen, staat borracho en borracha. Oftewel, dronken man en dronken vrouw. En dit deel van de Codex Mendoza gaat over straffen. Straffen die werden gegeven in het Azteekse Rijk als mensen de regels overtraden. In dit geval gaat het over openbaar dronkenschap. En weten wij dat de Azteken redelijk streng waren op openbaar dronkenschap, namelijk op openbaar dronkenschap van mensen die niet oud waren, die niet meer werkten. Dus jonge mensen die dronken werden, werden gestenigd. Vrij heftig. Ik denk niet een remedie tegen de coronapandemie, maar wie weet. Maar wat we hier dus zien, zijn een man en een vrouw die uit een kom pulque drinken. En agave is, nou ja, zoals we weten, tegenwoordig ook nog een belangrijke grondstof voor een belangrijke zoetstof, agavesiroop, voor allerlei soorten producten die wij gewoon in de winkel kopen tegenwoordig. U ziet hier trouwens onder ook nog de zeer herkenbare maiskorrel, de bonen en de chia. Dus ook hier zien we weer mais, bonen en chia. Producten die we tegenwoordig elke dag gebruiken. Die ook door de Azteken uitgebreid werden gebruikt. Dus wat wil ik nou eigenlijk zeggen met deze presentatie? Als u nou vanavond op de bank zit en u eet wat popcorn of u neemt wat chocola, u trekt een zak maischips open met guacamole, wat overigens ook een Nahuatl woord is van de woorden aguacatl en molly, avocado saus. U eet chips gemaakt van aardappels, origineel uit het Andesgebied afkomstig. U eet chili con carne, waarvan u al lang wist dat het uit Mexico kwam. U eet een pizza met een bodem waarop tomatensaus zit. Tomatel, zoals we hebben gezien, een Azteeks woord. U heeft om 4 uur een snackje nodig en u eet een amaranth bar. Of u wil uw zorgen vanavond vergeten door wat tequila te drinken. Denk dan nog eens aan de Azteken. Denk dan nog eens aan de inheemse volkeren van de Amerika's, aan wat we aan hun te danken hebben, wat een enorme invloed is geweest op ons dagelijks leven. En daarmee wil ik u bedanken voor het bijwonen van dit college. Zoals gezegd, de tentoonstelling staat vanaf 4 juni in Museum Volkenkunde. Wij hebben een nieuwsbrief waarmee u op de hoogte kan worden gehouden. Ga simpelweg naar volkenkunde.nl/Azteken. Kan u zich inschrijven, mocht u dit interessant hebben gevonden. Laat ons dat dan weten, dan kunnen we het misschien nog een keer organiseren. Mocht u er niks aan hebben gevonden, laat het ons dan ook weten. En dan hoeven we het niet nog een keer te organiseren. Ik zie zelf in de Q&A een paar vragen die ik nu ga proberen te beantwoorden. En dan begin ik bovenaan. Deze zijn al beantwoord. Ik zie één opmerking, she tomatel, she is rood en tomatel is groene tomaat. Inderdaad, ik zie dat er iemand is die Nahuatl spreekt in de comments, dus ik hoop dat ik me niet versproken heb. Ik zie één vraag van Anne Brouwers. Waar is de siermais dan wel voor gebruikt, als het niet om te eten was, zo om te offeren? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar slechts deels een antwoord op kan geven. Mijn indruk is dat siermais een westerse uitvinding is. Dat siermais een uitvinding is die door Europeanen is gedaan om voor westerse sier te gebruiken. Ik ken geen voorbeelden hiervan uit Mexico, wat niet wil zeggen dat veel gekleurde mais niet bestaat in Mexico, want ik ben wel eens in Mexico geweest op velden waar bijvoorbeeld gele mais en blauwe mais naast elkaar werden geteeld, die dan onbedoeld elkaar bestoven, kruisbestuiften. Waardoor dus die hybrides wel ontstaan. Maar siermais zelf is volgens mij een westerse uitvinding. Ik krijg één commentaar dat mijn spreektempo te hoog is. Ja, dit is iets waar ik mijn excuses voor wil aanbieden. Dan, het gaat terug te zien zijn, deze lezing wordt opgenomen, dus u kan het ook terugkijken via, ik neem aan, de kanalen van het museum, daar krijgt u nog bericht over. Dat komt waarschijnlijk ook gewoon op volkenkunde.nl/Azteken te staan. Excuses als ik wat snel heb gepraat. Ik zie één opmerking, kijk ook even in de chat, dat zal ik zo direct doen, dat lukt mij niet zo goed terwijl ik ook de presentatie open heb staan, dus dat ga ik zo proberen, vandaar dat ik zei, zet het in de Q&A. Meerdere bedankjes. Nou, u vooral ook bedankt voor uw aandacht. Ik vond het heel erg fijn om dit zo te kunnen doen. Je mist toch als conservator wel een beetje het contact met het publiek in dit soort tijden waarin niemand naar het museum kan komen. Dus het was erg fijn om dit te kunnen doen.
Eén opmerking. U zei dat Azteken geen sterke drank kenden, maar waarschijnlijk dan niet in de huidige vorm, omdat ze wel van dronkenschap beschuldigd kunnen worden. Dat is inderdaad een terechte opmerking. Dat heb ik niet duidelijk erbij gezegd, want pulque is wel een gefermenteerde drank. Dus het is een drank met een licht alcoholgehalte. Percentage weet ik niet precies, maar het is iets waar je wel degelijk aardig dronken en ziek van kan worden. Alleen het heeft niet die sterke drankpercentages zoals wij die hier in het Westen kennen. Maar het is een terechte opmerking. Inderdaad, pulque is dus wel degelijk een gefermenteerde alcoholische drank. En chili con carne eten we niet in Mexico, klopt, is meer Tex-Mex inderdaad. Maar wordt in Nederland wel heel sterk geassocieerd met Mexico volgens mij. Dit is een opmerking van iemand die zelf uit Mexico komt, denk ik. Een volgende vraag. We hebben vanuit Europa heel veel ziektes naar Amerika gebracht. Hoe zat het met lokale ziektes in Amerika en wat voor effect hadden die op de Europeanen die daar kwamen? Dat is een goede vraag, waar ik het inderdaad niet over heb gehad. Interessant genoeg is er eigenlijk maar één ziekte uit de Amerika's die echt een grote impact heeft gehad in Europa en dat is syfilis. Syfilis is een ziekte die endemisch is of inheems is aan de Amerika's. Die daar meestal niet zorgt voor ernstige ziekte, maar in Europa wel. En die op die manier ook wel soms wordt gezien als de wraak van de inheemse volkeren. Omdat we weten allemaal hoe syfilis wordt overgedragen. Of tenminste voor degenen van u die dat niet weten, dat is via seksueel contact. We weten ook hoe de Spaanse conquistadores omgingen met inheemse vrouwen. In sommige gevallen. Dus we weten ook dat syfilis eigenlijk de enige ziekte is die terug is gebracht naar Europa. En daar nogal een impact heeft gehad. Tot en met, geloof ik, Sigmund Freud die aan syfilis is overleden. Een volgende vraag. Zijn er afbeeldingen van Huitzilopochtli, hoe dat eruit zag in Amarant? Nee, voor zover ik weet helaas niet. En dat heeft eigenlijk te maken met hoe archeologische dingen bewaard worden. Dingen als steen blijven super bewaard, aardewerk blijft super goed bewaard. Maar amarant en honing vergaan simpelweg in de grond. En als ze dat niet doen, dan komt er wel een of andere vrolijke mol die het allemaal opeet, zeg maar. Dus amarantafbeeldingen zijn, voor zover mij bekend in ieder geval, niet bewaard gebleven. Zeker niet in de Templo Mayor. Wat we wel hebben, zijn afbeeldingen van copalhars. Dat is hars wat gewonnen wordt uit dennenbomen. Dat is ook een vergankelijke stof, maar die blijft blijkbaar wel 500 jaar goed in de juiste omstandigheden. Maar afbeeldingen van Huitzilopochtli kennen wij dus eigenlijk voornamelijk uit de zogenaamde codices. Dus uit Azteekse inheemse boeken die niet alleen in boeken trouwens, maar ook uit muurschilderingen en dat soort dingen. Dus uit, laten we zeggen, tweedimensionale weergaves, getekende of geschilderde weergaves. En tekeningen, ja, ik zie dat er nu een tekeningen bij is gezet. Dat is inderdaad zeker zo. Als u eigenlijk, dit is misschien een wat stomme voorbeeld, maar zoek gewoon op Google naar Huitzilopochtli en er komen vanzelf dingen boven. Niet alle bronnen zijn natuurlijk even goed, maar als u gewoon op Google Images naar Huitzilopochtli zoekt, dan kan u dat zeker vinden. Ik zag dat er iemand had gezegd, kijk ook even in de chat. Dat ga ik nu doen. En ik zie dat er 127 berichten zijn, dus daar word ik een beetje bang van. Maar dat komt vast goed. Even kijken of ik dat zo kan openen. Eens kijken. Ik weet niet of ik hier allemaal op kan antwoorden. Als u mij even een halve minuut geeft, dan ga ik proberen hier doorheen te scrollen. Maar zoals gezegd. Oh ja. Ik zie dat in ieder geval mensen zeggen in het begin beeld en geluid zijn aanstekend. Dat stelt mij gerust, want ik weet natuurlijk niet wat u hoort en ziet van mij. Ik ga er wat. Als ik uw vraag niet voorbij zie komen, excuses. Zoals gezegd, ik heb meer dan 100 berichten. Dus ik doe mijn best om zoveel mogelijk te kijken. Hebben we nog wat tijd? Oh, we hebben nog een kwartiertje. Dat komt goed. Ik zie één vraag van Christel Metz, die je kent. Dag Christel. Werd cacao letterlijk als munteenheid gebruikt? En hoe weten we dat? Of heeft moneda betrekking op het figuurlijke peper duur? Nee, we weten dat cacao echt daadwerkelijk als munteenheid werd gebruikt, dus als betaalmiddel, naast ook textielen, die ook als betaalmiddel werden gebruikt, en koperen bijlen,
die als betaalmiddel werden gebruikt, werd ook cacaobonen als geld gebruikt. Hoe dat precies werkte, wat de waardeverhoudingen waren, hebben we geen idee van. Dat is niet beschreven. Die stonden misschien ook niet altijd vast. Maar cacao werd wel degelijk als zodanig gebruikt. Ik zie één vraag. Wat is de relatie tussen Azteken en Zapoteken? De Azteken leefden in Midden-Mexico, origineel. De Zapoteken voornamelijk in Zuid-Mexico, in het staat wat nu de staat Oaxaca is. Leefden in die zin ongeveer tegelijkertijdig dat de Zapoteken een wat oudere cultuur zijn, of tenminste als archeologisch herkenbare cultuur wat ouder zijn. Teruggaan tot het begin van de jaartelling ongeveer. Maar we weten ook dat er contact was tussen de Azteken en de Zapoteken, omdat de Azteken delen van het Zapotekse gebied en het Zapotekse Rijk ook veroverd hebben. Dus ook echt in Zapoteks gebied zijn geweest. En een vraag die daarbij is, komt er een catalogus bij de tentoonstelling? Ja, die is er al. Die kunt u ook al bestellen. Die is in het Engels en het Duits verkrijgbaar, helaas niet in het Nederlands, omdat de oplage daarvoor te klein zou zijn. Maar die is natuurlijk bij de tentoonstelling sowieso verkrijgbaar, maar ook als u nu zoekt op Azteken en Hirmer, H-I-R-M-E-R, dat is de uitgever, kan u hem ook al vinden. Ik zie dat iemand zegt dat de tequila met het hoedje heel vies is. Nou, daar vertrouw ik dan meteen maar op. Oh ja, en ik zie dat er meerdere mensen daarop een commentaar hebben geleverd. Ik heb dat eigenlijk voornamelijk vanwege het hoedje en de uitbeelding van Mexico gekozen. Even kijken, ik ga verder naar beneden. Ik zie de vraag, is chili con carne echt Mexicaans? Waarop door andere Mexicanen in de chat ook antwoord geven, nee, dat is niet zo. Nou, dat is inderdaad het geval, maar zo zijn er wel meer dingen die er voor ons als Nederlanders als typisch Mexicaans worden gemarket, maar dat eigenlijk niet heel erg zijn. En vaak eigenlijk uit Texas komen, of uit het grensgebied tussen de Verenigde Staten en Mexico, wat eigenlijk tot in midden 19e eeuw ook Mexico was. Veel van de zuidelijke Verenigde Staten van nu zijn vroeger Mexico. En veel komt ook uit dat gebied. En wordt door veel Mexicanen niet altijd als echt Mexico beschouwd, ook moet ik zeggen. Ik ga nog even verder. Ik zie de vraag, is quinoa ook te vinden in de Azteken cultuur? Nee, dat is niet zo, want quinoa is origineel gedomesticeerd in Bolivia of Peru. Het was erg belangrijk voor de Inca's, voor de Aymara, voor de hedendaagse Quechua-bevolking daar. Maar quinoa komt origineel uit Zuid-Amerika. Oh, en ik zie dat iemand ook zegt dat chili con carne in Duitsland is bedacht. Dat zou ik ook meteen geloven. Ik ben niet helemaal thuis in de geschiedenis van chili con carne, sorry. Ik scroll nog even door. Ik zie allemaal bedankjes, wat natuurlijk altijd heel erg fijn en leuk is om te zien. Zo, en ik zie dat er ook in de Q&A nog wat vragen zijn binnengekomen. Weten we eigenlijk wat ze aten voor ontbijt, lunch en diner? Dat vind ik een hele leuke en terechte vraag waar ik zelf geen antwoord op kan geven. Ik gok dat dat misschien wel bekend is, maar niet bij mij bekend is. Denkt u dat de bronnen vanuit de Azteken over hun eigen volk voor de Spanjaarden ook een bias hadden? We weten dat de Spaanse bronnen nog wel eens verdraaid konden worden namelijk, maar ik weet niet of het andersom ook zo was. Dat is inderdaad een belangrijke en een goede vraag. Een van de doelen van de tentoonstelling eigenlijk is dat we de bezoeker willen in laten zien dat veel van wat we weten over de Azteken, veel van wat in het algemene publiek wordt gedacht over de Azteken, dingen als mensenoffers, als barbarij, als bloeddorst, als kannibalisme, vaak gebaseerd zijn op Spaanse bronnen. En dat die Spaanse bronnen geschreven zijn door kolonialen, koloniale officieren, missionarissen, et cetera. Mensen die er belang bij hadden om de Azteken als zo barbaars mogelijk af te schilderen, zodat ze hun invasie van de Azteken eigenlijk konden rechtvaardigen tegenover de Spaanse kroon. Dus wat we in de tentoonstelling proberen te doen is inderdaad die bronnen op een zodanige manier te presenteren dat de zin van de onzin wordt gescheiden, dat de koloniale vooroordelen gescheiden worden van, en ook het culturele onbegrip wat er simpelweg was, gescheiden wordt van
van de zin, de onzin van de onzin. En hoeverre dat gold voor de bronnen van de Azteken zelf, is dat moeilijk te zeggen, omdat veel van de bronnen die we hebben, de echte primaire bronnen, gaan over religie. Zijn inheemse codices die gaan over religieuze aangelegenheden, waardoor we er weinig van weten, van in ieder geval van de Azteken. Wat we ook hebben zijn dingen als de Codex Mendoza, die praten over tribuut, over belasting, over al dit soort dingen. Daarin is het moeilijk te zeggen of er wel of niet gemanipuleerd werd, want het ging voornamelijk over economische gewin en over het duidelijk maken aan de Spanjaarden en voor de Spanjaarden wat zij konden halen op welke plek. Dus ik vind het een interessante vraag, maar ik vind het iets wat ik moeilijk te beantwoorden vind. Maar wat natuurlijk per definitie zo is, is dat dingen als schrijven en het creëren van documenten altijd voorbehouden waren aan de elite. Dus dat de elite de macht had en de controle over wat er geschreven en geproduceerd werd. Dus dat daar sowieso een zekere vorm van voorbeeld in zit, waarbij de gewone man, de gewone vrouw, het gewone kind niet als zodanig goed gerepresenteerd werd. Ik hoop dat dat een beetje een antwoord is. Ik zie een vraag, waren er wel bijen voordat de honingbij vanuit Europa overkwam? Ja, dat is zo. Ik durf niet te spreken over bijensoorten, et cetera, maar ik weet zeker dat er wel bijen waren. Er is ook bijenvas, werd bijvoorbeeld gebruikt als lijm. En ook honing was een belangrijk ding. Vraag is, komt er een vervolg hierop? Nou, ik geloof dat er meerdere mensen waren die wel enthousiast waren, dus ik gok dat dat best zou kunnen gebeuren. Wat is dan het thema? Dat moeten we nog even zien. We hebben voor de tentoonstelling, voor als de tentoonstelling staat, ook een lezingenreeks opgezet die nog niet helemaal definitief is, maar waar we het onder andere gaan hebben over de Azteekse goden, over de Azteekse steden, over de verovering, over wat de Spaanse invloed was, over de Dia de Muertos, bijvoorbeeld de Dag van de Doden en andere rituelen die tegenwoordig nog bestaan en de hedendaagse bevolking. Dus daar komen we nog op terug. Ik zou zeggen, hou vooral in de gaten volkkunde.nl/Azteken, meld u aan voor de nieuwsbrief en dan wordt u automatisch ook op de hoogte gehouden daarvan. Ik zie een vraag. U zei dat ziektes vooruitreizen. Hoe werkt dat precies? U moet het zich zo voorstellen. Columbus komt aan op de Bahama's. Of in Santo Domingo in de Dominicaanse Republiek. En heeft contact met lokale bevolking. Die lokale bevolking is onderdeel van een enorm handelsnetwerk. Een enorm netwerk met contact tussen verschillende volkeren. En net als dat nu in de pandemie er mensen zullen zijn die wel ziek zijn, maar geen symptomen hebben, reizen die mensen rond en verspreiden op die manier die ziekte. Dus ondanks dat de Europeanen misschien nog niet op verschillende eilanden, bijvoorbeeld Puerto Rico of Cuba of Jamaica of andere eilanden in die regio zijn geweest, kan de ziekte toch vooruitreizen, omdat er onderling contact is tussen de volkeren die daar leefden. Ik hoop dat dat een duidelijke uitleg is. Kan ik nog één keer de naam van de uitgever spellen of schrijven? Dat is Hirmer. H-I-R-M-E-R. En we zullen zorgen dat op de link op de site van het museum ook een link gewoon komt naar waar de catalogus gekocht kan worden, zodat dat wat makkelijker is. Ik zie nog een vraag. Waarom wordt 1325 aangemerkt als de opkomst van de Azteken? Dat is omdat uit documenten die waarschijnlijk door Azteken zelf zijn geschreven, en dan voornamelijk de zogenaamde Tira de la Peregrinación, dus het document over de pelgrimstocht, letterlijk vertaald, die ook in de tentoonstelling te zien is, een replica weliswaar, maar toch in zijn volledigheid te zien, verteld wordt hoe de Azteken vanuit hun mythische thuisland, Aztlán, vandaar de naam Azteken, een zoektocht doen eigenlijk naar hun uiteindelijke woonplek, een beetje vergelijkbaar met de uittocht van de Joden naar Israël uit Egypte, waarbij zij naar het beloofde land reisden en zij weten dat het beloofde land een plek is waar een cactus is, waar een adelaar op zit. Dat is hun verteld door Huitzilopochtli, de oppergod. Dus zij gaan honderden jaren lang op zoek naar een plek waar die cactus is, met die adelaar erop. Dan gebeurt van alles en nog wat. Het hele verhaal wordt in de tentoonstelling ook verteld. En op een bepaald moment in het jaar 2000, als ik me niet vergis, want dat is hoe de jaartelling van Azteken werkte, komen zij aan op een plek waar een cactus is met daarop die adelaar. En ze zeggen, oké, hier gaan we onze stad stichten. En vanwege de correlatie van de kalenders
wordt ervan uitgegaan dat dat het jaar 1325 is. Goed, ik zie dat het bijna 1:30 is, dus ik ga nog één laatste keer door de vragen en de opmerkingen. Ik geloof... Wat is het verschil tussen Azteken en Mexica? Dat is nog wel een goede vraag, inderdaad. Ja, of een belangrijke vraag. Nou, het zijn allemaal goede belangrijke vragen, maar dit is er eentje die ik toevallig zie. Azteken is een naam die aan de Mexica gegeven is door Europese onderzoekers. De Duitse onderzoeker Alexander Humboldt, die eind 18e, begin 19e eeuw door in Zuid-Amerika is de beroemde wetenschapper, is de eerste die dit woord gebruikt vanwege Aztlán, het zogenaamde, waar ik het eerder over had, de plek waar de Azteken vandaan komen. En hij heeft die naam eigenlijk verzonnen. De Azteken zelf noemde zichzelf Tenochca, naar Tenochtitlan, de plek waar ze vandaan komen, of Mexica. En waren onderdeel van meerdere eigenlijk Nahuatl volkeren die in het centrum van Mexico woonden, die eigenlijk elk hun eigen naam hadden. En zij noemden zichzelf dus niet Azteken, dat is wel belangrijk om te weten. Even kijken. Wat ik ga doen... Oh, ik zie dat iemand ook de link naar de catalogus in de chat heeft gezet. Goed. Ik zie dat iemand vraagt of ze vooral vegetariërs waren. Ze aten wel vlees. Zowel vlees van gedomesticeerde dieren, dat wil zeggen kalkoen en hond voornamelijk. Maar ook uit de jacht, bijvoorbeeld van herten. En waren dus zeker geen vegetariër. Oftewel, er zal vast een Aztekse vegetariër zijn geweest, maar over het algemeen niet. Goed, ik denk dat ik het hierbij ga moeten laten, want het is 1:30. En eerlijk gezegd ben ik ook redelijk vermoeid geraakt van een uur lang tegen een scherm praten zonder publiek. Dus ik wil u nogmaals heel, heel hartelijk bedanken voor uw aanwezigheid. En ook voor, dat u erbij bent gebleven. Voor de vragen ook, interessante vragen allemaal. Ik hoop, en ik ga ervan uit op basis van wat ik in de chat zie, dat het een geslaagde bijeenkomst was. Dus ik ga ervan uit dat we elkaar vast nog wel een keer zien. Dan wel live tijdens de tentoonstelling, dan wel online. Zolang corona ons nog lastig valt. Dank u wel en tot ziens. Dag.